In een warm badje worden gelegd. Er zijn weinig festivals. Ik sta nu met de jongens van Hattie Hattie. En ze hebben net een geweldig optreden in de kapel gehad. Ja. Jongens, hoe bevalt de samenwerking? Goud. Ja? Ja, nee, zeker. Nee, ik geniet er heel erg van. We hadden het er net in de kleedkamer heel even over. We bedachten ons dat we er nog niet... Ja, we hebben niet zo heel veel shows meer te gaan dit jaar. En wellicht dat we ooit weer iets gaan doen. Maar voorlopig zijn dit zo'n beetje de laatste festivalshows. Ja, het is nu juni. Wat is het? Ja, juni. Dus ja, dit is dit festivalseizoen. En dan gaan we allebei onze eigen weg weer. Dus ja, het is wel genieten. En Vestrock vond het echt een mooie locatie. En toffe vibe in de tent. Dus, Ja, ik heb je al twee keer eerder gezien. Maar dan stond je op het andere podium met Blauwtsoen natuurlijk. Dus Vestrock is voor jou geen onbekende. Ik vind het een fantastisch festival. Ik probeer het ook uit te leggen aan mensen die het nog niet kennen. En hoe fijn het is. En onder artiesten gaat al heel snel een lopend vuurtje. Hè, van hoe is het dan? En als je er nog nooit geweest bent. En dan... Kijk, ik weet dat voor bezoekers is natuurlijk, zijn de artiesten belangrijk die op het podium staan en de festivalweide. Ja. Maar voor artiesten is aan de ene kant het publiek ook belangrijk, maar ook hoe het backstage is. En hoe de vibe is, hoe de mensen hier zijn die hier aan meewerken. En dat is altijd een heel warm bad. Dat bepaalt voor jou dat je Vestrock gewoon heerlijk vindt om te spelen? In combinatie met het publiek, maar ik bedoel, het is wel... Het is wel opmerkelijk. Ja, er zijn veel hele toffe festivals in Nederland en in België, maar er zijn weinig festivals waar artiesten zo backstage in een warm bad warm badje worden gelegd. En ik denk ook echt wel dat dat bijdraagt aan de vibe en de sfeer waarmee artiesten optreden. Oké, nou, leuk om te horen. Je zei het net al, jullie zijn eigenlijk al een beetje op het eind van de shows. Je moet dus genieten nu, want je hebt gezegd, we doen het een jaar. Waarom een jaar? Ja, dat is een soort kader of zo, maar het is niet... Het is niet... Johannes ook en ik, we blijven allebei wel muziek maken of dingen maken, creëren. Dat deden jullie toch ook altijd al? Ja, dus of het nou met elkaar is of alleen, dat blijft doorgaan. Dus misschien dat er wel weer iets nieuws komt. Ja, maar jullie hebben wel heel bewust gekozen om nu met z'n tweeën een jaar iets te gaan doen, toch? Dat kwam niet uit de lucht vallen. Nee, dat klopt. Of maar... was het puur toeval? Dat geloof ik niet. Nee, we hebben al best wel vaak tegen elkaar gezegd van laten we eens een keer samen de studio ingaan. Hij heeft op mijn solo album hebben we ook één track samen gemaakt. En toen dachten we van laten we dit nog eens een keer doen. En toen hebben we gewoon in onze agenda een week geblokt. Trouwens niet een week, maar in ieder geval het begon bij een week. En uiteindelijk werd het een paar maanden dat we... En toen zijn we muziek gemaakt en vervolgens... En dat voelde goed? Klopt, het voelde goed en toen hebben we een album gemaakt. Dus, En want jij maakt ook volgens mij de video's, toch? Onder andere voor Blauwtsoen, dacht ik. Klopt, ja. Ik heb een paar video's voor Johannes gemaakt. Ja, dus je bent van alle markten thuis ook, denk ik dan? Van veel markten. Oké. Okay. Groentemarkt, ik weet niet of dat... Ja, oké, maar beeld en geluid is... Ja, precies. Ja. Ik was net bij jullie in de tent. Ik vond het eigenlijk een soort van hallucinerende ervaring. Ik heb de hele tijd ook mijn ogen dicht gedaan om jullie muziek vooral te voelen. Is dat ook wat jullie teweeg willen brengen met die muziek? Ja, ik denk dat we vooraf niet bedenken wat iets teweeg moet brengen, maar we moeten onszelf wel heel erg in thuis voelen. En, ik denk in de composities en de arrangementen die we in de studio hebben gemaakt, dan is het wel een soort van afgekaderd, ook wat het is. En live kun je nog veel meer de hoeken van een song opzoeken en kan het soms heel uitbundig worden, maar soms ook heel melancholisch. En, je hebt er bijna geen MDMA bij nodig dan. Dat klopt wel. Ja, nou, ik heb niet dat ik ooit LSD gebruikt heb, maar ik kan me wel voorstellen dat zo ongeveer voelt als je bij deze muziek van jullie. Dat is een compliment, denk ik. Ja, dat is het zeker. Ik, vind ik in ieder geval, ja. Oké. Hey, jullie zijn bijna op het eind van deze
van dit jaar. Was het voor jullie eigenlijk een soort ook van een sabbatical eigenlijk? Voelt het ook zo? Nee. Nee, want ik had er net nog met Torro van de Staat. Die heeft natuurlijk wel eens ook een tussendoortje met speeldoos, met Roos. En je kunt nooit in muziek spreken van tussendoortjes. Je kunt wel in de agenda spreken over een tussendoor. Mm-hmm. Maar het is wel iets waar we 100-200% voor gegaan zijn en voor gaan. Maar aan de ene kant omdat we al heel lang met elkaar muziek wilden maken. Aan de andere kant omdat het soms ook gezond is voor jezelf om gewoon eens even iets anders te doen. En een tussendoortje, dat klinkt niet zo tof eigenlijk. Nee, ik gebruik ook het woord sabbatical. Gewoon ja. Even... Maar ik vertaal dat met tussendoortje en rust vooral. Sabbatical is rust. Weet je, als ik een sabbatical zou houden... Dan zou je niks doen. Dan zou ik heel veel wijn gaan drinken en gaan wielrennen of zo. Een jaar lang, weet je wel. Maar dat kan me trouwens niet voorstellen. Muziek maken is veel te tof. Zou je gewoon geen jaar willen laten? Nee. Heb je nog wel inspiratie opgedaan voor Blauwzoen in dit jaar? Altijd wel. David is mijn grote inspirator. Altijd al en nu nog meer? Nog meer. Okay. Je had het net over het wielrennen trouwens. Ja. Heb je de Giro nog een beetje kunnen volgen? Of, Uiteraard, die staat gewoon aan in de studio. En, ja. Ook een beetje gerouwd? Nee, het is super jammer. Ja. Maar volgend jaar weer een kans. Precies. Ja, toch? Ja. Hey, als jullie nou over, laten we zeggen, een jaar of 3, 4, dan zeggen jullie we gaan weer de studio in. Behoort dat tot de mogelijkheden? Ja, absoluut. Zeker. Kijk, wat ik net ook zei, het is gewoon... ik vind het fantastisch om dingen te maken en te creëren. En daar hou ik heel veel voldoening uit. En volgens mij heeft Johannes het ook. En als wij misschien weer een keer een plek vinden waar we weer nieuwe dingen maken, dan houdt het niet uitgesloten. Ja. Als er weer tijd in de agenda komt. Ja, waarom niet? Oké. Hey jongens, hartstikke bedankt. En veel plezier nog met de laatste optredens. Dankjewel.